je mij vraagt, ben ik toch liever bij jou. Het is weer eens een nieuwe uitdaging voor Damaru om zijn jongste single een hit te maken onder zijn fans. Vorig jaar werd Mirozu een grote hit in Nederland. Reden genoeg om zijn nieuwe single genaamd Als je mij vraagt zoveel mogelijk te promoten. Ja, dat lied gaat over liefde. Liefde waarbij degene of bij deze ik in dat lied duidelijk mijn keuze maak van een als je dat mij vraagt, ben ik liever bij jou. Maar wie die jou is, hou ik wel voor mezelf. Maar dat is het gewoon een lied waarbij ik duidelijk aangeef voor wie ik kies en waarom ik voor degene kies. Afgelopen donderdag heeft hij zijn single geïntroduceerd aan het Surinaams publiek en diezelfde avond is de videoclip opgenomen. Dus het is nu meer voor promo op de radio. En daarom heb ik ook aan mijn fans hier gezegd van zorg ervoor dat dat lied goed wordt aangevraagd, zodat hij ook in de hitlijsten komt als Mirozu. En dat als het aanslaat en als de platenmaatschappij zegt van oké, we vinden hem goed, wordt die gebruikt. Dus alles is bij voorbehoud. Maar ik zie er positief op, omdat ik dat lied Als je mij vraagt echt uit gevoel heb gezongen. En betekent veel voor me, net als Mirozu. Damaru zit nu in Nederland en heeft deze maand een drugschema met heel veel optredens. Check mijn nieuwe single. Als je het aan mij vraagt, ben ik toch liever bij jou. Als je mij vraagt, ben ik liever bij jou.